Boekhandel Godert Walter aan de Oude Ebbingenstraat bestaat 75 jaar. En dat roept natuurlijk de vraag op, wie was Godert Walter? En zat de boekhandel altijd al in dit pand? Erik, meneer Walter. Zo was ik genoemd door velen, ja. Ja, maar je bent het niet, Godert Walter. Wanneer heb je de boekhandel overgedragen en waarom? Ik heb hem eind 2014 overgedragen aan de huidige eigenaren, aan Allard en Erwin. En dat was omdat mijn gezondheid achteruit ging. Ik had natuurlijk ook wel de leeftijd dat ik ermee op zou mogen houden, 72. Maar ja, als de gezondheid nog meegewerkt had, was ik misschien wel wat jaren langer boekhandelaar geweest. Voor mij was een hoogtepunt dat ik via de winkel Groningen heb leren kennen. Ja, en wanneer ben je ermee begonnen? In 77. 1977 hebben Gerjan Heij, Maria Gene en ik de boekwinkel overgenomen. Van een oom van die Gerjan Heij, Dick Heij. Dick Heij en zijn vrouw Nettie Heij. Onder Dick Heij, die eigenaar was van 1954 tot 1977, werd hier naar de Ebbingenstraat verhuisd. En dat gebeurde in september 1959. Voor die tijd had hier ook al een boekhandel gezeten en daarvoor nog weer andere winkels. Het pand is in 1905 gebouwd. Eigenlijk zijn het drie panden zo naast elkaar. Gebouwd in een prachtige Art Nouveau Jugendstil stijl. Ontworpen door de Haagse architect Gysius. Ja, waarom werd er verhuisd hier naar de Ebbingenstraat? Boekhandel Godert Walter verplaatst 15 september 1959. Godert Walter was tot die tijd gevestigd in een pand dat stond aan de Oude Boteringenstraat op de plek waar nu de Rode Weeshuisstraat loopt. Ja, dat pand had werd afgebroken om die straat te verbreden. Voor een betere toegang tot onder andere V&D en de andere panden aan de Grote Markt Noordzijde. Kijk, dit is een krantenknipsel uit 1959, waarin het pand staat afgebeeld en de afbraak wordt aangekondigd. Ja, dat pand was nog helemaal niet zo oud. Het was in 1935 gebouwd. Toen vestigde Abraham Gerrit van den Berg er zijn algemene boekhandel. Deze van den Berg overleed in juni 1941. Even werd de boekhandel voortgezet door zijn weduwe, maar na 4 maanden deed ze de boekhandel over aan Godert Walter. Karel Godert Walter werd in december 1911 in Apeldoorn geboren. Ode, zoals hij werd genoemd, zou net als zijn vader en grootvader notaris worden, maar koos voor het boek. En ging werken in boekhandels in achtereenvolgens Leeuwarden, Parijs en Den Haag. Het zou heel goed kunnen dat het overlijden van zijn vader, die als gijzelaar in het concentratiekamp Buchenwald zat, het overlijden van hem in 1941 de reden was dat hij zei, nu neem ik zelf verantwoordelijkheid en begin een eigen boekhandel. Ja, en doordat de mensen veel en graag lazen vanwege de oorlog, liepen de zaken goed. In 1942 besloot hij de boekhandel naar hemzelf te noemen. En zo ontstond ook de traditie van de boekenleggers. Begin 1944 begon Godert Walter illegale boekjes te verkopen. Ten behoeve van onderduikers. En dat werd hem uiteindelijk fataal. Dus een slager, Pieter Wiggers, die kocht 2 boekjes van het Geuzenliedboek. En dat bracht hij naar het Scholtenhuis. Hij werd dus verraden. Ja, het gekke is dat diezelfde slager even later wel naar Godert Walter kwam om te vertellen dat er gevaar dreigde.
Een paar maanden later, zondag 17 september 1944, genoot hij van het prachtige weer in de tuin van hun huis in Haren, samen met zijn vrouw Agnes van Gelder en hun twee jonge zoontjes. En toen reed er een auto met vier SD'ers voor. Terwijl twee van de vier de vrouw van Godert Walter en de kinderen buiten bezig hielden, namen de beul van het Scholtenhuis, Robert Leenhof, en Kiendel Godert Walter mee naar binnen. Ze sloten de gordijnen en er klonken drie schoten. Leenhof schoot twee keer, Kiendel één keer en Godert Walter was dood. Godert Walter, 75 jaar, dat er nog maar vele jaren mogen volgen.